Van Sessau of Rapajs. Ze overleggen met elkaar de nieuwkomers bij Standaard. Het is Sessau, scoort. De eerste voor Standaard. Heel onverwacht. Bal wijkt af in de muur. En de Roesjes op voorsprong 1-0. Eesman verrast. Verrassend, zoals ze daar nog stonden te overleggen. En dan wijkt de bal af op Willemsson. En zo op Eesman tegen voets genomen. De bal wijkt daarop op de dij van de Schacht. En gaat er zo. En dan gaat hij trekken. Moet je niet doen. En Gerards gemakkelijk neer. Strafschop. Concessau tegenover Herpoel. En het is 1-1. 2,5 minuut van de rust. Op een psychologisch belangrijk moment komt Standaard verdiend toch wel op gelijke hoogte. Dat is nog maar de tweede penalty van het seizoen voor de Roesjes. Alle twee omgezet. Bij Brugge door Clément en Van der Heijden. En Standaard plots met veel volk meegekomen. Concessau. Met links. Oh, knap. 0-1. Concessau. Precies op het kwartier. En Boutina geklopt, daar kon hij absoluut niet bij. En die van Standaard mogen juichen. Concessau. Die onder vuur lag bij de Brugse supporters. Kapt daar Van der Heijden uit, die een moeilijk matchbegin had. En dan hoog in doel met zijn linker. Knappe goal. Nettement plus présent dans la rencontre, c'est le Standard à qui tout réussit actuellement qui ouvre la marque via Sergio Conceição avec un brin de chance, une veine de champion peut-être. Conceição en Dante. Conceição trapt en scoort. En nu wordt het helemaal een ander verhaal. Het is 2-2. Sergio Conceição met zijn derde goal van het seizoen. Voor de leider, na een half uur trapt Conceição zijn ploeg op voorsprong. En wordt dit de 2-0? Het wordt de 2-0 hoor! Standaard toont zich weerbaar. Van Bertu kopt door en Concessao schiet knap binnen. Standaard krijgt een pak goede kansen kort voor rust. Concessao van buiten de 16, 2-0. Penalty en Concessao zet in strafschop om. Een paar seconden voor afsluiten. Ja, daarvoor kom je naar het stadion. Voor dat soort spelen.